Je maakt een draaitabel. Klik op een cel in de database. Ga in het Lint naar Invoegen, Tabellen en klik op de knop Draaitabel. Het dialoogvenster Draaitabel maken verschijnt. Het juiste bereik is geselecteerd en de locatie van de draaitabel klopt ook. Klik op OK. Excel opent een nieuw werkblad met aanduiding van de plaats waar de draaitabel komt en het taakvenster draaitabelvelden. Sleep in het taakvenster het veld afdeling naar het gebied rijen. De namen van de afdelingen worden als rijkoppen gebruikt. Sleep in het taakvenster het veld wedde naar het gebied waarden. Excel maakt automatisch de som van dit veld per afdeling, want numerieke velden worden standaard opgeteld. De draaitabel is gemaakt. Klik op een lege cel in het werkblad. Het taakvenster wordt automatisch gesloten. Wijzig de naam van je blad in Loonkostafdeling.